Ja, ik ga gewoon voor het eerst tennissen in mijn hele leven. Hoera! Kijk even hoe fucking vet deze jas is. Ik mag hem hebben vandaag. Doe normaal. Dat is toch mooi? Ze heeft nu aan ChatGPT gevraagd. Roost onze Insta. Wilden we dat doorgeven? Nou, was moeilijk, moeilijk. Kwam de hoge baas erbij. Hallo bitches en welkom bij een nieuwe vlog. Ik werd vanmorgen echt wakker met mega veel krullen. En het is dus echt een beetje apart. Ik heb zelfs een pijpenkrul. Ik weet niet of je het nu goed kan zien. Waar zat die nou? Nou, ik kan hem zelf ook niet eens meer zien. Maar in ieder geval, ik had gisteren mijn haar gewassen. Toen ben ik gaan slapen met nat haar. Ik heb het niet gescrunched, helemaal niks gedaan. Gewoon recht naar beneden geborsteld. Wel spullen, producten erin gedaan en zo. Maar toen werd ik wakker met dit. En ik weet dus eigenlijk bijna 100% zeker dat het komt doordat ik nieuwe shampoo en conditioner heb. En die heb ik nu 4 keer gebruikt, dus ik gebruik het nu een maand. En elke keer als ik het gebruik, krijg ik gewoon meer krullen. Ik zal het jullie even laten zien. Kijk, het is van dit merk, Neuma. En dit is dus de shampoo en dan is dit de conditioner. En het is dus helemaal vegan en clean van alles, parabenen en alles. Dus als je krullen hebt, of zoals ik had een hele tijd geleden, had ik hier dus een soort van schilfertjes. Hele droge en geïrriteerde hoofdhuid. Maar het is nu gewoon weg. En ik ben daar zo blij mee, want het jeukte echt niet normaal. Het zit er misschien echt nog een heel klein beetje, zo boven mijn oor hier, zeg maar. Maar eigenlijk is het zo goed als weg. En ik gebruik ook de arganolie die hier dus bij hoort. Dus dat wou ik even als tipje meegeven deze mooie morgen. Verder staat ons weer een prachtig weekend voor de boeg. We gaan namelijk zo meteen. Ja, ik ga gewoon voor het eerst tennissen in mijn hele leven. Ik heb nog nooit een racket aangeraakt. Ik heb alleen dus een paar keer gepadeld. Dus dit wordt wat. Maar goed, Mats en oma, die is dus 80 jaar geworden. En om dat te vieren hebben we dus vandaag een soort van birthday surprise party. Dus we gaan met z'n allen verzamelen op de tennisbaan in Harderwijk. En als ze dan aankomt lopen, dan is het surprise. Dus helemaal leuk. En dan daarna hebben we een pubquiz, soortachtig iets. Heeft Sascha weer geïnitieerd, hoe noemen we dat, geregeld. Super leuk. En dan daarna gaan we met z'n allen barbecuen. Dus dat is ook heel gezellig. En daarna ga ik als de wiede weer door naar Groningen. Want Vanessa's birthday party is vanavond. Dus dat is echt super leuk. En dan blijf ik ook slapen. Al morgen vanaf Groningen gaan we naar Leeuwarden. En daar zie ik Matt dan weer. En dan gaan we uit eten met Luna en Ramon. Bij echt een super lekker restaurant volgens mij. Dus ja, daar ben ik ook very excited voor. Dus ik neem jullie gezellig mee. Ik zou in ieder geval eerst even gaan eten. Nou, zoals altijd weer kwark met granola, lijnzaadje. Oh ja, trouwens, kijk mijn nagels even. Ik heb gisteren mijn nagels laten doen. Het is zo fucking mooi geworden. Ik ben gewoon weer de vierkante baddie. Oh, I love it. Het was al zo lang geleden. Dit is mijn andere hand. Ik vind het zo mooi. Oh mijn god, deze nagels. Ja, ik leef hiervoor. Maar goed, in ieder geval even terug naar mijn ontbijt. Ik heb dus nu nectarine erbij gedaan. En dit is echt heerlijk. Want ik vind kwark soms best nog wel droog. En dit is echt heel juicy. Dus ja, dat gaat er echt heel lekker in. En Mats is weer lekker FIFA aan het doen, hè schat? Ja. Mats heeft zo'n lange werkweek gehad. Het was echt zielig eigenlijk. Hij heeft gewoon elke dag bijna 10 uur gewerkt. Maar goed, nu lekker vakantie. Of, nu lekker weekend bedoel ik. Wat zei je? Weekend lekker. Ja, dat is ook fijn. Ik ben ondertussen even aan het kijken wat ik aan ga doen voor de rest van de dag en het weekend. Want ik sta natuurlijk niet thuis. Dus ik moet of course mijn hele hutkoffer meenemen. En toen dacht ik ga even samen met jullie dit pakketje openmaken. Want ik mocht van Tessie nieuwe dingetjes uitzoeken. En hoe leuk als ik dat gewoon aan ga doen. Als eerste een hele leuke jurk. Hij was ook in het zwart, maar ik dacht weet je, laat me gewoon eventjes voor paars gaan. Want volgens mij staat dat echt heel leuk als je zo'n beetje bruin bent. Dit is hem. En hij is dus heel lang tot de grond. En dan loopt hij zo wijd uit. Maar die ga ik morgen aandoen. Dus dat zien jullie dan morgen. Maar hoe leuk. En dan dacht ik voor vanavond. En deze wil ik wel eerst nog even passen. Want straks zit dat voor geen meter. Dacht ik deze. Dit is een heel leuk topje. En ik heb hem even in de maat M genomen. Want ik dacht dan zit het hopelijk
goed bij mijn boobies. Maar goed, dat gaan we dus nu eventjes zien. Je moet even dit sportrokje... Oh, volgens mij zie je dat niet eens goed. Maar die moet je even wegdenken. Maar goed, het is goedgekeurd. Het past gelukkig. Echt heel erg leuk. Ik moet hier alleen nog even dit dingetje eruit knippen. Maar heel erg leuk. Dus die gaat sowieso mee en die jurk ook. En dan moet ik nu even de rest inpakken. Nou, we zijn aangekomen op de padelbaan. 8 minuten te laat. Of tennisbaan, ja, sorry. Ietsjes te laat, maar wel nog op tijd voordat Omi er is. Dus dat is goed. Oh, je kan hier ook padellen. Oh, dat is leuk. Oh, dat is ook leuk. Oké, okay, zoek de baan. Wat schattig. Oh, Irene is er. Dat is ook zo. Ik was het alweer vergeten. Hola. Hola. Hallo. En je backhand, dan gaat links er bovenop. En als je rechts is onder. Ja. Rechts is onder, dus ja. Die zit laag. Ja. Okay. Gaat ze. Gaat ze. Ja, nog... Zou je rennen? Hoe kan ik zo snel daar? Rennen? Voorgoed, jongen. Ga maar rennen. Iemand anders winnen. Goed zo, je gaat gewoon elke keer in, hoor. Gewoon een streep. Ja, gewoon een streep. Ja. Zo mooi, hè? Hoppa. Boom. Yeah. Yes! Lekker. Oh. Het codewoord is zojuist gegeven. Oma Lydie is in de house. Daar komt ze. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. Ja. In de gloria. Dit is oma's opkomst. Woe! Zo schattig. Nou, we zijn van start gegaan. Aan de outfit komt het in ieder geval niet liggen. Helemaal born ready. Met de slingers en al. Kom op, hè, Mat. Nee. We hebben tennissen overleefd. Ik heb het voor de eerste keer netjes gedaan. Ik heb namelijk een paar ballen geraakt. Heel veel ballen ook niet geraakt, maar goed, daar heb ik het niet over. Ook heel veel wel, en het was leuk. En voor de eerste keer vind ik oprecht dat ik het nog wel netjes heb gedaan. Zeker. En we zijn nu onderweg naar de barbecue. Of nou, eerst gaan we dus een pubquiz doen. Even douchen, klaarmaken en hopen dat de plant weer back to leven komt. Want hij is een beetje sip. Maar goed, zo meteen even eruit halen, want het is hier natuurlijk ook echt een broeikas in deze auto. Hopen dat hij het overleeft. Tijd voor de pubquiz. En omdat we toch, ondanks dat we enigszins aan tijd gebonden zijn, zouden we daar graag mee willen beginnen. We hebben voor vandaag 3 teams gemaakt. En omdat het vandaag toch een beetje draait om de familie van der Maat, waarvan oma onze matriarch is, zullen jullie vast goed kunnen raden wie de 3 teamcaptains van deze teams zullen zijn vandaag. Die smaken! Ja, inderdaad. We hebben vandaag Team Lily, Team Tirza en Team Daphne. En ik zal jullie de rest van de teams eventjes benoemen. We zijn Team Blauw. En tussen die 2 rondes zijn pauzes. Matje brengt mij naar het station. Hij is nog steeds team groen. Team groen. Ik heb nog nooit zo snel een burger opgegeten. Ik ga stuk. Maar goed, wel mooi op tijd voor de trein nu. Dus dat is super. En dan ga ik dus naar Groningen naar Vanessa's birthday party. Dus dat is heel erg leuk. Ik zal in de trein nog even mezelf even opmaken. Want... Ja, we need it. At the birthday, girl. Ja, maakt niet uit. Kijk even hoeveel ze heeft gekookt. Dit is echt niet normaal. Dit is vega, niet vega, broodjes, salade. De heerlijkste rijst ever. Er was net nog soep, maar die wordt even opgewarmd. Maar echt, I love it. Wat is dit, Vanes? Cake. Oh mijn god. Is dit ook zonder vlees? Ja? Oh, wat ben ik blij. Oh mijn god. Oké, okay, nou helemaal lekker. I love my life. Zit hier rustig met eten te eten. Deze messen gaan in de split. Nog niet? Woe! Woe! Dit programma waar je een muziekfilmpje kan kijken. YouTube. Ja, oké. Okay. Voetballen met zweetbandje helemaal. Messi. Memphis Depay. Memphis, ja, Memphis. Okay, ik zag al Groningen. Ja, oké. Gaat goed, gaat goed.
Als je helemaal heet wordt, je wordt helemaal gek. Dat para, para. Para. Oké, okay, een laatste. Dit is een stad in Nederland. Waar Almere. Den Bosch. Almere. Amsterdam. Lelystad. Lelystad. Arnhem. Ja! Welke was het? Wat was het? Alkmaar. Hoe kom je nou bij Alkmaar uit? Good morning van mij en mijn nieuwe grote vriend. Op mijn bovenlip. Oké, okay, we zijn hier even de cadeautjes van Vanessa aan het uitstallen. Kijk even. She is spoiled! En wat hebben we hier liggen? Apple Watch. Dus yes. Die gaan we even unboxen. Oh, oh mijn god. Je weet, Apple dingen unboxen is... Echt satisfying. Nee, ik weet niet of ik het openmaken. Oh. Je zou het moeten weten, want dit is je tweede, toch? Ja. Daar gaat hij. There's no way back now, hè? Ja. Yes. Oh mijn god. Wat hoor ik nou doorheen piepen? Je mag het erom. Oh, oké. Oeh. This is it. Ja, en dit was het. Nee joh. Ja. Er zit toch letterlijk toch ook wel zo'n ja, bandje? Ja, die zit hier. Maar ja, ik ga die andere erop doen. Ja, oké. Okay. Echt bizar eigenlijk dat het gewoon zo'n klein klokje zo kaulo duur is. Ja, eigenlijk wel. Oh, dit is toch veel mooier. Die andere was echt... Oh. Hij is wel echt mooi, ja. Ja, ik moet het helemaal... Even die andere ook unboxen of niet? Ik heb helemaal zin om mijn laptop erbij te pakken, alles over te zetten. Ja, snap ik. Zo leuk. Nou, girl, helemaal leuk. Echt een kindje. Ja, leuk toch? Hey, vandaag gaat die gebruik worden gelijk al. Ja, goed zo. Stappen teller aan. Best wel. Ik ben weer herenigd met mijn schatje. En we hebben hier net lekker fotootjes gemaakt in Leeuwarden. En toen had ik een hele mooie paarse jurk aan. Alleen hij is helaas iets te lang om mee te lopen. Dus dat is een beetje jammer. Maar goed, we hebben wel foto's gemaakt. En toen heb ik dus daarna maar weer even de outfit aangedaan van gisteren. Want ik kon letterlijk de outfit niet aan die ik in gedachten had. Het is wel dinner ready die outfit, dus dat is goed. Oh ja, en ik moest plassen. En toen ben ik dus hier naar het pannenkoekenschip gegaan. En ze waren echt super aardig. Dus SO naar jullie. Wat een leuk schip. Echt heel leuk. Als je een keertje in de buurt bent van een pannenkoekenschip, ga er even eten, want het ziet er echt leuk uit. Ja, of wanneer je kinderen hebt, I don't know. Ik doe ook helemaal alsof ik daar geweest ben om te eten, maar goed, ik ging alleen even plassen. Maar anyways, we hebben zo meteen dus afgesproken om uit eten te gaan met Luna en Ramones. Dus dat is heel erg gezellig. Heb je zin in? Ja, zeker. Hoe heet het daar ook alweer? Het oh, koperen tuin, de koperen tuin. Dus, ik ben benieuwd, het zou vast lekker zijn. Ja, het zijn allemaal kleine gangen. Zeg maar, volgens mij iets van 6 gangen of zo. En dan allemaal heel fancy. We love that. We zijn inmiddels even aan het shoppen. Of nou, shoppen. We waren even door de stad aan het lopen. En toen dachten we kunnen ook nog wel even langs Club de Dag. Er is veel strakker, dat ziet er heel gek uit. Kijk. Aan de zijkant vooral. Matt had een superleuke broek gezien. Ik van Carhartt. Ik weet misschien dat de pijpen hem ook breed zijn. It's not given. Ik had echt een superleuke jas gezien. Niet dat ik echt... Ik heb echt honderden jassen, maar... Kijk even hoe fucking vet deze jas is. Dus ik wil hem wel gewoon even passen. Just for the vibes, you know. Ik vind dit merk dus echt heel leuk. Stiebits. En ik zie het ook overal voorbij komen. Dus ik zit echt goed in het algoritme. I love it. Oh, ik schrik hier van de prijs. Ja, dat is een paar honderd euro. Hij is gewoon 400 euro. Oh ja. Waarom heb ik zo'n dure smaak? Schatje, dat is alleen maar goed, hè. Real recognize real. Eén ding die ik wil pakken en passen. 400. Ik ga stuk, staat me zo goed. Ja, hè? Oh. Sorry, maar deze jas is gewoon gemaakt voor mij. Dat is zo vet. Hij is echt keihard. Maar 400 gaat me wel echt wat te ver voor een impuls aankoop. Oh, maar dit is wel echt leuk. Oh mijn god. I love it. Jouw broek is ook leuk. Dit is beter. Beter. Ik heb nu eens 30. Nou, ik vind het nog steeds wel een beetje... Ik kan misschien gewoon foto pakken. Dat doe ik gewoon met riem. Maar daardoor zit hij al wel anders. Snap je? Ja. Het is nog steeds een beetje... Welke maat heb je nu aan? Gewoon 32-31. Maar lengte 32 bij de 31. Maar het zit totaal anders. Ja, dit zit wel beter. Ik moet wel die riem ontdoen, maar die heb ik ook niet voor niets. Voor nee, ja. Sorry? Ja, ze doet ook wel. Oh ja, ja. Ja, zelfs eigenlijk altijd. Ja. Ja, deze staat leuk. Ja, deze neem ik sowieso mee.
Die staat leuk. I like. Nou, heb je deze al laten zien aan de kijkers? Ja. Echt fucking mooi. Zal ik hem nog een keer aandoen? Ja, ik ging oppassen met de kijkers. Ik zei al, ik schrik me dood hier. Jongen. Wat? Je mag hem hebben vandaag. Doe normaal. Dat is toch mooi? Vier... Nee, dat gaan we echt niet doen. Gek. Stil eens eventjes. Stil eens eventjes. Hoezo? Dit doe je nog al jarenlang mee. Hoe gaat het? Oké. Is net zoiets zieks gebeurd. Jullie zagen dat Matt en ik gingen kibbelen. Ik was het er niet mee eens. Maar Matt zei, laat me zelf bepalen. Ik heb gewoon die jas gekregen. Hij ligt daar afgerekend en wel. Ik heb net even geplast, dus vandaar dat hij uit is. Ik ga hem gelijk weer aan. Mooi, laat mij even goed zien. Wil je mij filmen? Tuurlijk, schat. Het is echt... Hij was de jas vergeten mee te nemen. Maar hij heeft het gewoon nu eentje voor me. Ik heb het goed gemaakt. Ik ga echt stuk. Hij staat echt geweldig, baby. Ik vind hem zo mooi. Echt keihard. En hebben de mensen ook mijn brak al beseft? Ja, maar nog niet goed. Jongens, besef hem nog even een keertje extra. Is hard, toch? Ja. En eventjes advies voor iedereen. Zeg maar eerst dat ik deze brakken aan in mijn maat. En dat is denk ik, Carl Waze, is dat 29 of zo, 28. Ja. Maar toen zat hij dus niet mooi. Zat hij heel skinny bijna, zeg maar. Ja. Dus nu heb ik hem soort van... Wat, drie maten groter. Drie of vier maten bijna groot. Drie maten groter inderdaad. 31. En nu zit hij dus En nu zit hij zeg maar dus mooi. En hij zit dan zeg maar misschien niet helemaal chill in de waist. Kan je zeg maar een riem of weet ik wat omdoen. Maar op die manier... Ik voel, ja, om een punt te maken, vroeger zou ik dan bijvoorbeeld denken van, oh nee, dit is niet goed in mijn maat. Oh, dan zou ik het squatten, dan is het niet voor mij. Terwijl je kan dus ook gewoon een beetje daarmee experimenteren in plaats van maar doen van, oh ja, dit is mijn maat, dus ik moet het zo doen zoals zij het hebben bedoeld. In plaats van, ik maak er mijn eigen ding van. Zo, dat wil ik even kwijt. Misschien heb je er wat aan. Dat is goed advies, toch? Snap je? Geldt voor iedereen. Ik ben helemaal in shock, schat. Zo mooi. Staat je zo hard? Ik kan echt niet geloven. Staat je zo hard? Dat is toch zo lief, jongens. Doe even je duimpje omhoog als je vindt dat Matt echt de liefste vriendje van de wereld. Echt niet. Ik doe mijn duim omhoog. Echt zo leuk. Vriend. Ja, heel hard, schat. Keihard. Kijker. Leak ass bitch. This is what it looks like. Jongens, ik loop gewoon buiten te flaneren. Met mijn nieuwe jas. Mijn schatje. Good vibes. Helemaal blessed. Ik ben zo blij met deze jas, jongens. Hij is echt mooi. Hij is echt mooi. En jouw broek is ook echt mooi, hoor, schat. Dank je, daar ben ik ook echt blij mee. Heel leuk voor de herfst ook weer. We gaan nu in ieder geval naar Luna en Ramon toe. Die zijn als het goed is nu klaar. En dan gaan we lekker uit eten. Heel veel zin in. Helemaal leuk. We zijn weer met de Boeze Squad. We lopen nu door Prinsentuin, let op. Hier is gewoon dat restaurant in de Prinsentuin. Dus toch leuk? Wat een plaatje. De Koperen Tuin, jongens. Jongens, er is net ook weer wat gebeurd. Jongens, wij proberen hier uit eten te gaan. Ja, we proberen het letterlijk. We zijn er al drie kwartier. Oh, een uur. Een uur. We zijn hier al een uur. We hebben ook al heel veel gegeten. Oh, ik heb het niet eens gehoord. Nee, maar kijk, nee, even de hele drama ervoor. Ik zal het in het kort vertellen. Wij komen hier voor een samenwerking. Van TikTok. Zou je dit niet straks doen als we het samen dan hier helemaal over uitlaten? Oké, er komen dan zo meteen gerechten in beeld, maar weet dat wij hier niet voor hebben gekozen. Hoezo? Oké, we hebben hier het voorgerecht. Dit is tomaat. Ik weet niet precies wat, maar het ziet er heel mooi uit. Dan hebben we hier drie keer een tataar of iets. En ja, ik hoop dat het lekker is, want ik ken het niet. Ik heb hier een risotto van tuinkruiden. Oeh, nou lekker. Dankjewel. Matt is heel blij. Omdat ze eend hebben. Hij zit mij vandaag nog te zeggen, je mag niet meer het woord duur zeggen. Maar goed jongens, zoals jullie hebben gehoord, heb ik hier lekker een risottootje. Oh, het bord is ook lekker warm. I love it. Nou jongens, eet smakelijk. Luna heeft hier iets. Ze heeft nu aan ChatGPT gevraagd. Roost onze Insta. We gaan beginnen met Matt. Ja, deze Instagram feed heeft de ik ben te cool om normaal te doen uitstraling. Laten we eerlijk zijn, het is een georganiseerde chaos. Ja. Je leeft alsof je een bijrol hebt in een underground rapvideo uit de jaren 2000. De combinatie van oversized kleding, gouden grills en nonchalante middelvingers is een terugkerend thema. Ik ga stuk. Wat goed dat hij dat zo
styling nooit gehoord. Het lijkt alsof je 's ochtends in een kast blijft zonder te kijken. Oh, dat is toch veel te lang. We besparen jullie de rest. Nee, ga door. Nou, bij Matt is het helemaal goed gegaan. Jongens, let's roast Ipek. Okay? Let's roast Ipek now. Die Instagram feed voelt als een mix tussen high fashion en casual cool. Maar laten we even inzoomen. Het is duidelijk dat je altijd on point bent. Elke foto lijkt met precieze gecureerd. Van je glanzende haar tot accessoires. Het voelt een beetje alsof je ontbijtroutine een modeshow is. Ja. Van een chique koffietafel met Vogue tot perfect gestelde outfits. Je straalt, ik ben een luxe persoon met smaak. Bitch, you know me. Maar we zien ook dat je niet bang bent om af en toe wat rauwere straatkunst of casual settings in je feed gewoon het contrast laat zien. Je feed balanceert mooie tussen classy, edgy en vleugje mysterie. Je hebt de mix van ik hou van mode en ik ben te cool om het druk te maken. Helemaal door. Maar waarom is dit een roast dan? Is dat alleen maar positief? Ja, dit eigenlijk wel, maar... Mat dacht, dit heb ik nodig. Y'all intrigued. Y'all intrigued now. Ja. Wat was het nou, hè? Lemon curd. En bouvoir heb ik gehoord. En iets met citroen. Nou, heerlijk jongens. Ons nagerecht. Kijk even hoe leuk dit eruit ziet. Nu het donker is met al die lampjes. Oh mijn god. Oké, we moeten jullie echt even bijpraten over wat er nou weer allemaal is gebeurd. Dit ding stelt niet scherp, maar goed, mind dat. Dit is de laatste vlog ever met deze camera. Oh ja. Dus geniet er nog maar even van. Want morgen krijgen we een nieuwe camera. Oké, dus wij kwamen daar. Allereerst, we kwamen daar voor een samenwerking. Voor een TikTok en content. Dus van tevoren was afgesproken in ruil voor uit eten. Was verder niet duidelijk hoe of wat. Is gewoon normaal, je gaat uit eten. Wij wisten ook niet eens dat ze een shared dining hadden. Goed, dus we gaan zitten. Ramon vraagt nog. Kunnen we gewoon alles bestellen? Ja, alles kan. Nou, leuk. Helemaal uitgezocht. Kwartier van ons leven verspild. Omdat we eindelijk wisten wat we wilden eten. We hadden al opgenomen. En die man die komt terug. Die zegt, nee, sorry. Dat kan. Dit, hij deed letterlijk het papiertje zo schudden. Dit gaat niet door. Want jullie hebben shared dining. Luna kijkt nog even het gesprek na. Nergens iets gehoord over shared dining. Heel bijzonder. De manier waarop was ook niet iets van empathie. Goed, dus wij uiteindelijk dachten, oké, we doen shared dining. Eentje vega, rest vlees. Toen dachten we, wacht even, Loentje moet ook geen vis. Maar wilden we dat doorgeven? Nou, was moeilijk. Kwam de hoge baas erbij. Want we dachten van, nee, wacht eens even. We zijn het hier eigenlijk helemaal niet mee eens. Want we willen gewoon eigenlijk het liefst zelf kunnen bestellen. Wat is er nou gebeurd? We zijn, hoe noem je dat, akkoord gegaan met shared dining. Wat hebben we gekregen? Letterlijk niks om te sharen en alsnog vier gangen. Maar goed, los daarvan. Oh, wacht heel even hoor. Oké, het was even awkward om daar te filmen, want het stond allemaal security. Maar goed, lang verhaal kort. We hebben gegeten. Het was heel bijzonder. De boys vonden het lekker. De girls vonden het iets minder lekker. Er waren ook kleine porties, dus we hebben nog steeds honger. Of nou, honger. We zijn niet goed gevuld, dus we gaan nog even ronde 2 doen. Jongens, ik heb gewoon een nieuwe jas. Zo leuk. Zo leuk. Nou, het is 10:50 en we zijn net thuis. En heel, heel erg mooi. Hey Juice, schatje. Ach, Juice geeft me allemaal kopjes. Nou, het was echt een heel leuk weekend hoor. Ik vond het echt heel erg leuk. Oh, ze net mijn jas opgehangen. Ik vind hem zo mooi. Echt ziek. Ik kan niet geloven dat het gewoon mijn jas is. Echt lief van jou, schatje. Dankjewel. Heel graag gedaan, schat. Echt ziek. Ik vind hem heel mooi. Blij om je blij te maken. Ah. En ik ben heel blij met mijn broek. Is ook echt heel leuk. Ja, heel hard. Nou, we gaan lekker slapen. Dus ik ga de vlog ook afsluiten, want het is echt al heel laat. En ik moet nog make-up afhalen en alles. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Als je hem leuk vond, duimpje omhoog. En abonneer je even op mijn kanaal. Zou ik echt heel erg lief vinden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Wil je nog wat zeggen? Ja, bedankt voor het kijken allemaal. Stream 99. Een Stream 99 album. Fuck shit up. 99. Elke Y is een I. Of elke I moet je vervangen voor een Y. Ik zet het linkje even hier beneden. Klik op die fucking link, bitch. Thank you. Bye.